Hey, daar zijn we weer met een nieuwe vlog van onze vakantie. Daar gaan we nu weer een midweek op uit richting Parijs, Disney en allerlei spannende dingen die we daar gaan doen. We gaan het Parijs ontdekken met een collega van mij die Parijs kent omdat ik daar woon. Dus we zijn benieuwd waar we dan terecht gaan komen. Voor nu hebben we nog ruim 5 uur. Dus we zien jullie straks alweer. Zo, we zijn aangekomen bij Aire de Verlemping. Dat is onze vaste plek waar we gaan rijden rusten. Dus nu ga ik achter het sturen. Als we tot de bijrijden sturen, dan gaan we weer verder rijden. Tot straks! We zijn er al even. We hebben ons appartement niet laten zien. Want hebben we echt alleen onze spullen neergegooid. En zijn we boodschappen gaan doen. We zijn bij de Lush geweest, onder andere. Niet hard zeggen. Shhh. Heel zachtjes. Maar nu gaan we lekker terug naar ons appartement. Als we terug zijn, dan zullen we even het appartement laten zien. Tot straks. Zoals beloofd ga ik jullie meenemen door ons appartement. Kijk, zo komen we binnen. Even de netjes dicht. En dan gaan we het doen. En hier een hele grote kast. Kijk, daar kunnen we nog wat spulletjes in opbergen. Dan komen we hier bij onze slaapkamer. Onze rommel staat er nog, die hebben we echt gewoon neergezet en we zijn weggegaan. En hier de badkamer. Kijk, en een lekker bad, een douche, handdoeken, verlichting. Stopcontact. En dan komt hier een apart toilet. Best groot, best ruim. Met een klein wasbakje. We zijn hier in de lange gang. En hier de een soort van woonkamer en twee zitbank, grote televisie, Astrid die de koelkast staat te plunderen, keuken en een kookeiland, leuke plantjes en dan hebben we hier nog een heel leuk buiten. Kijk, kunnen we lekker zitten, een beetje uitzicht. Zo. En dan daar is Disney. Dus we zitten er heel dichtbij. Kijk, hier kunnen we dus niet in, want die zit op slot. Maar voor de rest hebben we hier een hele grote binnentuin met allerlei appartementen. Ik zal er even naartoe lopen. Uitkijken dat ik mijn bek niet breek. Kijk, heel veel appartementen allemaal. Sommige mensen wonen er, heel veel mensen verhuren het. Ja, dan hebben we nog een soort van bovenburen. Dus ja, allemaal erg gezellig uit, zullen we maar zeggen. En wij gaan even lekker rustig aan doen. Wat drinken. En dan morgen zien we het wel weer. Welterusten.